Total Energies en APA Corporation hebben het finaal investeringsbesluit, FIT, voor de ontwikkeling van Gran Morgu productieveld in blok 58 in het Surinaamse zeegebied bekendgemaakt en getekend. De ondertekening vond vandaag plaats op het kabinet van de president door Patrick Pouyanné, Chief Executive Officer van Total Energies, en John Christman, Chief Executive Officer van APA Corporation, in het bijzijn van Unen Jegeser, Managing Director van Staatsoliemaatschappij Suriname NV. Pouyanné geeft aan dat Suriname grote ontwikkelingen zal meemaken. But we managed to put together, we began this journey in 2019. We made 5 discoveries. Finally, after discovering gas, we find oil, and enough oil, I would say, to launch these oil projects. It's a giant project, a giant deep water project, more than $10 billion, 220,000 barrels per day. So it will be one of the largest FPSO we ever built and designed. 32 wells, 200 kilometers of subsea lines. So it's an impressive project. We have some experience with it, and we are very happy to bring our expertise and our capacity of innovation to Suriname and to the people of Suriname. Pouyanné benadrukt dat het project heel groot is en veel werkgelegenheid zal voortbrengen. Voor president Chandrika Prasad Santokhi is vandaag een historische dag. Een belangrijke dag. Een dag die onze toekomst mede zal bepalen. En dat vereist nationale inzet om aan de opbouw van ons geliefd Suriname te gaan werken. Ja, samenwerken. Ik heb daarnet van de CEO van Total Energies, de heer Patrick Pouyanné, in het bijzijn van de vertegenwoordigers van APA Corporation en de CEO van Staatssolidair Anand Jegeser en de totale regering van Suriname en de leiding van de Nationale Assemblée het document ontvangen waarin bevestigd wordt dat eerder genoemde bedrijven hun finale investeringsbesluit hebben genomen. De president geeft verder aan dat het volk lang heeft uitgekeken naar het moment waarop de FIT een feit zou zijn. Hij meent dat het de start is van een intensief traject van arbeid en grote samenwerkingen.